Goedendag, mijn naam is Job van der Bijl. Vandaag gaan we heerlijk Indisch koken. En ik heb een heerlijk populair gerecht uit de Indische keuken, namelijk dagging smoor. Dagging, dat is rundvlees en smoor, dat is heerlijk gesmoord in een lekkere kruidige ketchupsaus. En hij is niet moeilijk, dus relatief simpel, dus laten we aan de slag gaan. Ik heb hier een mooi stuk rundvlees, een kilo rundvlees. Het is een vrij mager stuk, maar... Voor zulke gerechten moet je eigenlijk een beetje iets doorregen, bijvoorbeeld een riblap of sucadelap of een doorregenlapje. Maar dit is ook prima op zich. Dus die ga ik even in hapklare brokken snijden. Zo, dat is een kilo vlees. Dat zet ik even aan de kant. Nu pakken we 3 uien en 3 tenen knoflook. En die gaan we even snipperen. Eerst de verschillen natuurlijk. Zo, de uien en de knoflook. Even snipperen, dat hoeft niet heel fijn, want dit gaat uren sudderen straks. Omdat het een rundvleesgerecht is, dus dat mag vrij grof. Daar zie je straks niks meer van terug. Hoeft niet heel fijn gesnipperd. Gaan we nu de uien en de knoflook fruiten. Scheutje zonnebloemolie in de pan. Uien en knoflook erbij. Dan gaan we het even rustig aanfruiten. Even de tijd voor nemen. Intussen kunnen we vast wel even de specerijen bij elkaar gaan zoeken. Dus dat gaan we dan nu even doen. Terwijl de uien aan het fruiten zijn, gaan we vast even de smaakmakers klaarleggen. Trassie, gebruik dan die poeier, dat doseert makkelijk. Een half theelepeltje. Een halve theelepel gemalen kruidnagel. Als je zo'n koffiemolentje hebt, is het lekker om zelf kruidnagels te malen. Hetzelfde geldt voor de nootmuskaat. 1 theelepel nootmuskaat. Lepeltje zo. En 1 stukje pijpkaneel. Dat gaan we straks eraan toevoegen. Plus 2 tomaten. Gaan we even fijn snijden. Steeltje eraf. Afspoelen natuurlijk. Snijden we die even in kleine blokjes. Het groene steeltje weg. Tomaatjes even. In kleine blokjes. Goed, dat zijn de tomaten. Die gesneden. Nou, de uien zijn al lekker aan het verkleuren. Even heerlijk de geuren. Hoe langer je ze fruit, hoe lekkerder het wordt. Dus neem er altijd even de tijd voor. Goed, dan kunnen nu de droge specerijen erbij. Even 2 tellen omroeren. 3 tellen. Niet te lang, want anders gaat het aanbranden. En dan kunnen nu de tomaten erbij. Nou, die tomaten en die specerijen laten 1 of 2 minuutjes even meebakken, hebben we nu gedaan. En dan blussen we het met 2 kopjes water. 2 kopjes water is 1 mop, denk ik. En dan gaan we nu de ketchup erbij doen. We gebruiken natuurlijk de goede ketchup van ABC. Nou, ik voeg dan 1/2 à 3/4 kopje ketchup toe. Zoiets is dat dan. Een scheutje citroensap. Zo.
Zout naar smaak. Gewoon ongeveer een theelepeltje om te beginnen. Kunnen we altijd later nog wat toevoegen. En dan blaadjes salam. Down salam. Dat is een hele grote. Normaal zou ik zeggen 4, maar omdat ze zo groot zijn, 3 stuks. En down jeruk, ook ongeveer 4 blaadjes. Zo, het geheel kookt nu. Daar kan het vlees erbij. Gaan we even aan de kook brengen. En rundvlees, dat moet om gaar te worden heel lang sudderen. 3 à 4 uur, afhankelijk van de kwaliteit van je vlees. Maar 3-4 uur, dat is heel normaal. Wordt die lekker zacht, smaken trekken er lekker in. Alleen, dan moet je wel steeds bij blijven en steeds roeren. En dat kan. Maar ik zet hem altijd in de oven. Als hij straks aan de kook is, gaat hij in zijn geheel in de oven op 100 graden. En dan laat ik hem rusten, 3 uurtjes met rust. Hoef je ook niet te roeren, kan hem niet aanbranden. En dan komt hij er perfect uit. Misschien dat hij dan nog wat te vochtig is, dan kunnen we nog even inkoken, maar dat zien we dan wel. We gaan hem eerst even aan de kook brengen en dan gaat hij zo de oven in. Nou, de pan is nu lekker aan het koken. Dus dit is het moment dat ik hem lekker in de oven ga zetten. Al het vlees ligt onder water. Als je een slowcooker hebt, dit is ook het moment dat je hem in de slowcooker kan doen. En dan... ja, hetzelfde eigenlijk in de oven. Dat is eigenlijk hetzelfde procedé. Lekker langzaam op een lage temperatuur gaar laten worden. Dus gas mag uit. Deksel op de pan. En dan in de oven. En wachten maar. Hij staat nu op 100 graden, dus hij kan niet aanbranden. Je hoeft er niet naar om te kijken. Je kan nu lekker even de stad in gaan, je boodschappen doen of weet ik het wat. En laat hem gewoon 3-4 uur lekker staan. En dan komt het helemaal goed. Dus tot zo. Zo. De pan is nu enkele uren in de oven. Is hij lekker aan het garen geweest. Dus hij zou nu goed moeten zijn. Laten we eens even kijken hoe dat eruit ziet. Het ruikt al heerlijk in ieder geval. Oh, dat ziet er prachtig uit. Maar hij is nog wel wat vochtig, dus dan gaan we nog eventjes inkoken. Dat moet je gewoon even doen tot de gewenste dikte. En dan daarna, als het klaar is, kun je de blaadjes eruit halen. Het is natuurlijk het lekkerste als je een dag van tevoren doet. Als je hem laat afkoelen in de koelkast en morgen opeet, is hij nog lekkerder. Maar zoveel geduld hebben we niet. Zo, hij is nou heerlijk ingedikt. Een heel mooi sausje. Kijk, is wat lekker. Nog de blaadjes eruit vissen. Heerlijk. Nou, het is tijd om te gaan eten. Kijk eens. Een lekker bordje van maken. Kijk eens wat lekker. Bordje rijst met dakking smoor. Slamat makkan. Vond je dit nou een leuk filmpje? We gaan er nog veel meer maken. Dus like dan deze video. Abonneer je op ons kanaal. En blijf op de hoogte van alle leuke recepten die we nog gaan posten binnenkort. Tot ziens.